Een boodschap voor de mannelijke en de vrouwelijke energie, of voor tweelingvlammen, of mensen die in een diepe zielsconnectie zitten. Zijn eigenlijk weer mooi om te zien en daarom heb ik ook vandaag een foto gemaakt. Zodat je eigenlijk de foto's ook kan bekijken als je wat zou inzoomen bijvoorbeeld. Maar het gaat er vooral over wat dat de boodschap is. De boodschap voor de connectie, voor zielsconnecties, gaat over, vooral over telepathische communicatie. En meer nog, dat je kan het hebben wanneer je met mensen samen bent en dat die eigenlijk al weten op voorhand wat je gaat zeggen. En dat heeft ook te maken met feiten en niet alleen maar met woorden communiceert, maar ook met energie communiceert. En daarom werd ook gezegd van ja, het verwondert mij altijd hoe dat we op dezelfde manier over dingen denken en elkaars zinnen kunnen aanvullen of afmaken. En dat is ook hoe dat het gaat in die telepathische communicatie met je tweelingvlam. Waarin dat je dingen hoort en vaak in het begin gaat het ego nog het proberen te gaan verklaren en uit te leggen en zo meer. Maar weet dat de dingen die je ontvangt en zeker wanneer dat die binnenkomen als een gevoel of een emotie of als woorden, zoals dat je het zou horen, of als een beeld, dat dat ook klopt omdat op dat moment jouw tweelingvlam aan jou denkt. En we zijn nu eenmaal multidimensionele wezens, dus dat betekent dat we niet alleen hier in de 3D rondlopen, maar dat we ook tegelijkertijd ook een leven hebben en dus die connectie ook constant beleven met onze tweelingvlam, ongeacht dat de situatie is in het fysieke. En ik had zowel voor de mannelijke als voor de vrouwelijke energie 4 kaarten. En met de mannelijke energie komt het er naar boven dat ook weer een stukje verder gaat in het vertrouwen. Vertrouwen in de connectie, vertrouwen in dingen dat ze voelen, vertrouwen in de dingen dat ze horen via die telepathische communicatie. Maar meer nog ook vertrouwen dat het universum jullie samengebracht heeft voor een reden. Dat jullie elkaar op elkaars pad gekomen bent voor een reden. Ongeacht wat dat er nu de situatie is in de 3D, ongeacht wat er nu communicatie is of niet. Dat de mannelijke energie in deze connectie, en dus dat kan ook zijn de mannelijke energie in jezelf, als jij je eerder herkent in de vrouwelijke energie, dat het belangrijk is dat je niet gaat gaan oordelen of dat je heel bewust bent van de ideeën en overtuigingen die je hebt over wat dat er mogelijk is in dergelijke connectie. En dat het belangrijk is om nog veel meer en nog dieper in die overgave en dat vertrouwen te zakken. In plaats van alles te willen gaan verklaren en uitleggen en te gaan voorspellen vanuit controle om jezelf te gaan beschermen. Daarom dat de mannelijke energie ook de kaart kreeg met luister niet naar andere mensen, maar vertrouw jezelf, want jij weet wat dat de waarheid is. En dat is hetgeen waar dat vooral ook de mannelijke energie, maar natuurlijk ook de vrouwelijke energie te maken mee hebben met dat we proberen uit te leggen aan andere mensen die geen tweelingvlammen zijn of die niet in een dergelijke diepe zielsconnectie zitten, hoe dat het voelt, wat dat betekent, waarom dat we bepaalde keuzes maken, hoe dat voor anderen absurd lijkt. En dat is net het ding, dat is ook een van de redenen waarom dat ik in het begin van mijn connectie heel weinig dingen of persoonlijke dingen gedeeld heb. Niet met mensen om me heen en dan zeker niet met klanten of openbaar hier op YouTube bijvoorbeeld. Omdat ik wist hoe belangrijk het was om mijn connectie te beschermen. Beschermen van externe invloeden. Vraag me niet waarom. Dat was een innerlijk weten, een soort van natuurlijke reactie om te beschermen. En nog steeds ben ik heel beschermend over de connectie. Omwille van de dingen die ik ondertussen al ervaren heb en meegemaakt heb in onze connectie door invloeden van buitenaf. Een andere boodschap van de mannelijke energie was ook van dat hij eigenlijk in energie constant ook stuurt naar jou, naar de vrouwelijke energie, als je de vrouwelijke energie bent die luistert natuurlijk, om hem te contacteren. Maar dat hij tegelijkertijd ook zegt van ja, ook al ga je mij misschien een bericht sturen of ga je misschien telepathisch iets sturen, je gaat misschien het gevoel hebben dat ik niet wil reageren of dat ik niet ga reageren of dat het niet doorkomt. Dat is niet zo. Ik hoor jou, ik zie jou, ik voel jou, maar ik weet niet altijd wat ik ermee moet doen. Ik weet niet altijd of dat oké is om te antwoorden. En ik heb het nog niet altijd goed voldoende kunnen integreren en verwerken wat er allemaal gebeurt tussen ons, wat dat betekent. En dus weet dat de mannelijke energie ook de vrouwelijke energie contacteert wanneer dat ze daar klaar voor zijn, omdat ze ook een inherent
Een indirecte overtuiging hebben dat zij een hele grote verantwoordelijkheid hebben naar de vrouwelijke energie, waarin dat ze de vrouwelijke energie moeten gaan beschermen voor al hun negatieve energie, vooral hun schaduw, vooral de pijn dat ze de vrouwelijke energie kunnen gaan bezorgen. En dat is ook een van de redenen waarom dat de mannelijke energie ook vaak heel weinig dingen deelt over hun fysieke 3D-leven. Omdat ze de vrouwelijke energie als zo puur en zo liefdevol en zo prachtig en mooi ervaren, dat ze dat zo willen houden. Ze willen dat niet belasten met allemaal drama die niks met de connectie te maken heeft. Dus ook daarin moet je begrijpen dat de mannelijke energie op die manier geprogrammeerd is om de connectie en de vrouwelijke energie op die manier te gaan beschermen. Terwijl dan net de vrouwelijke energie altijd wilt van meer te weten en wil meer weten en meer wil communiceren en over praten en wat dan ook. Maar weet en begrijp dat dat mechanisme, dat willen, voortkomt vanuit de vervormde vrouwelijke energie. Waarin dat je niet voldoende vertrouwen hebt dat je mannelijke energie inderdaad het nodige werk gaat doen op zijn eentje. Dat hij inderdaad de nodige stappen aan het zetten is. Dat hij inderdaad begeleid en ondersteund wordt door een gans lichtwerkteam. Net zoals dat jij ook een volledig team aan energieën om jou heen hebt die jou leiden en healen en ondersteunen en beschermen. En dus ook nog een keer een apart team voor de connectie trouwens. Dus ook daarin weet en vertrouwt en geeft die mannelijke energie ook de ruimte om te doen wat hij voelt dat hij moet doen. Om door stukken heen te werken die niks met jou te maken hebben, maar die volledig eigen zijn aan zijn onderdeel, zijn proces dat hij gekozen heeft en voor ingetekend heeft om aan te werken. Die kunnen verbonden zijn met voorouderlijke stukken, volledig in zijn, familie of zijn voorouderlijke lijn. En in sommige stukken ga je merken dat dat ook iets is die in jouw voorouderlijke lijn zit, dan specifiek eerder in de mannelijke lijn. Maar ook omgekeerd. Dus ook daarin is het belangrijk om genoeg en voldoende ruimte te houden en volledig te focussen op je eigen stuk. En daarom hebben we twee kaarten voor de vrouwelijke energie die te maken hebben met vertrouwen. Vertrouwt dat je verder ook in je ontwaking bent en altijd maar verder stapt in die ontwaking. En dat jij als vrouwelijke energie inderdaad meer mag weten en meer mag zien en voelen en ervaren dan wat je erkent of wat je misschien zelfs aangeeft aan die mannelijke energie. En dat is oké. Okay. Want ook daarin is belangrijk dat je het proces volgt vanuit de mannelijke energie. Waarmee dat ik wil zeggen, het is niet oké. Okay, en het is eigenlijk ook weer vanuit controle dat we proberen heel veel dingen aan de mannelijke energie willen gaan opleggen. Dingen willen gaan zeggen. Dingen willen uitleggen. En zeggen van, ah, maar zo werkt dat connectie. En tweelingplan, en dat betekent dat we dit en dit en zus en zo moeten doen. Hoe meer je dat gaat gaan doen, dat is vanuit die jagersenergie, hè. Hoe meer je dat gaat gaan doen, hoe meer je gaat merken dat je mannelijke energie gaat zich wegtrekken en gaat weglopen. Waardoor dat je eigenlijk onbewust, vanuit goed bedoelde energieën, want je wilt de ander helpen, je wilt vanuit de liefde die je voelt, wil je de ander helpen healen, maar dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Dus ja, het is goed en oké dat je de synchroniciteiten die je ziet, dat je die vertrouwt. Maar dat je ook daarin leert in de vrouwelijke energie te gaan zitten. De vrouwelijke energie van overgave, van wachten, van voelen wanneer dat actie nodig is en voelen wanneer dat niet nodig is. Om te begrijpen dat de dingen dat gezegd worden door de mannelijke energie in de 3D niet altijd zijn wat dat eigenlijk echt gaande is. Begrijpen dat de mannelijke energie ook met heel veel wonden nog zit rond zelfwaarde, rond zelfliefde, rond heleboel stukken. En dat zij iets minder ver zitten op dat proces van bewust worden. Dus dat daarom krijgt de vrouwelijke energie ook de kaart spiegels, waarin dat er staat van ik kan niet valideren, of onze liefde niet valideren in de 3D, vooraleer dat ik het begrepen heb doordat die liefde betekent in 5D. Geef me de tijd om dit te ontdekken, zodanig dat ik ook een sterke spirituele partner voor jou kan zijn. En dat is ook zo. Zolang dat beide partijen, zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie, niet hebben ervaren en aanvaard hebben, de liefde ervaren en omarmen hoe dat ze in die telepathische connectie is, hoe dat die in die 3D, die 5D is, dus in energie is,
dan is het onmogelijk dat je in een harmonieuze 3D fysieke union gaat kunnen samenkomen. Want dan ga je sowieso weer tot het punt komen dat je elkaar gaat triggeren en dat weer een separatie gaat zijn. Met alle pijn en alle stukken van dien. Dus weet dat alle stukken dat je aankijkt, zolang dat je niet fysiek in eenheid zijn, er ook zijn maar als doel om dan nadien gemakkelijker en langer in die union, in de fysieke eenheid, te blijven. En dan daarom, het is oké wanneer je het idee hebt en het gevoel hebt van ik wil hem gewoon, mijn mannelijke energie, mijn partner gewoon vasthouden en voelen hoe dat onze lichamen één worden. Maar weet dat je dat ook kan ervaren in 5D. En hoe sterker en hoe krachtiger dat je connectie wordt in die 5D en energie, dan is er geen ander resultaat dan dat er vroeg of laat die connectie zich gaat ook materialiseren en kristalliseren in de 3D. Dus, dat gezegd zijnde, vrouwelijke energie, wij leiden in energie. Wij zijn, laat ons zeggen, iets meer of sneller meester in het beheersen en het sturen en het creëren vanuit die hogere energieën, waar dat het de taak is van de mannelijke energie om dat in het fysieke te brengen. En het maakt niet uit hoe dat jij het ziet, in welke tijd of welke ruimte of wat dat de stappen zijn of wat dan ook. Als je daar nog eigenlijk zit, dan zit je nog altijd in een verkeerde overtuiging daaromtrent. En zorg er alleen maar voor dat je fysieke union, je fysieke eenheid, je fysieke relatie met jouw tweelingvlam altijd maar vooruitgeduwd wordt. Dus kijk je eigen dingen aan, kijk je eigen ideeën aan, neem jezelf bij de kraag en trek jezelf terug. Neem de tijd en de ruimte om naar binnen te gaan. Kijk waar dat de schaduwen zijn waar je zelf nu tegenaan loopt. Als je dat wilt, dan kan ik dat voor jou ook doen natuurlijk in een individuele persoonlijke reading. Voel je dat er stukken zijn waar je zelf niet uitgeraakt en wens je een healing voor jouw connectie en voor de mannelijke en de vrouwelijke energie in de connectie? Dan kan dat ook. Dat kan je allemaal via de linkjes onderaan deze video gaan reserveren. En wil je leren hoe dat je je eigen proces gaat gaan meesteren, dan weet je dat de trajecten en de cursussen die opgezet zijn, er eigenlijk ook volledig zijn om jou gewoon online, volledig, van op afstand, volledig te begeleiden in dat proces. Dus je hebt uiteindelijk geen externe coach of healer constant nodig. Alles staat gewoon online. Je kan het in je eigen tijdstip doen, in je eigen ruimte doen, wanneer je voelt dat je er klaar voor bent. Je blijft toegang houden zolang dat mijn bedrijf bestaat. En het is allemaal met als doel om jou te versterken, om jou krachtiger te maken, zodanig dat jij de healer bent van je eigen leven, zodanig dat je een eigen meester manifestator wordt en niet constant moet gaan readingen of healingen of coaching sessies gaan boeken, want je weet het of je niet, maar ik ben daar allergisch aan als dat mensen afhankelijk worden van andere mensen om tot een oplossing te komen. Dus dat is de reden van de waarom dat ik alle trajecten en programma's omgevormd heb, zodanig dat ze onmiddellijk online beschikbaar zijn. Als je er klaar voor voelt, dan kan je onmiddellijk ermee van start gaan. Tot eind december kan je nog gebruik maken van de 33% kortingscode, zoals hieronder vermeld. En ik zie je en hoor je in een volgende video. Dag!